Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Recreatiepark de Lijstert in Roggel. Gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag met inspiratie van topsporters. En deze keer judoka met een beperking, Sanne Simons uit Baarlo te gast, een echte powergirl. Dat dadelijk, eerst het kerngezonde nieuws. 19 kinderen van basisschool De Zwiek uit Roggel kookten onlangs een kerngezond driegangen diner voor hun opa's en oma's en de ouderen van het Eetpunch. De leerlingen werden geselecteerd door Ria Joosten Catering nadat ze eerst op school met de hele klas gerechten hadden bedacht. De winnende gerechten werden nu bereid voor de senioren en die genoten op deze manier van een heerlijke maaltijd. En zo komen we bij de kerngezonde foto's van de week. Pien Jansen uit Zevenum heeft een supergezonde en dik belegde boterham als ontbijt. En Saar en Maud uit Roggel kunnen de hele dag door maar aan één ding denken, namelijk aan fruit. Blijf die foto's insturen, doe dat naar info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Ik ben Sanne Simons, ik ben 26 jaar. En... mijn sport is judo, ik heb een zwarte band. Sanne, wat was jouw mooiste moment met judo? De hangen van de eerste dan. De zwarte band is dat, de zwarte band, ja. En waarom was dat zo goed? Omdat ik te veel had trainen. Je hebt daar heel hard voor moeten trainen. Ja. Hoe vaak in de week? Twee keer per week, maandag en vrijdag, judo. Ja. En één keer per maand handbal. En één keer per week paardrijden. Ja. En één keer per maand in Nieuwegein. En dat is judo? Ja. Dat is voor de goeie, hè? Voor de toppers is dat, geloof ik, een Nieuwegein, hè? Ja. Hoe goed ben jij? Heel goed. Ja? Wat wil je nog bereiken? Van tweede dan. Oké, dus je wil er nog een dan bij? Ja. En wat nog meer? Wat wil je nog leren? Heel veel aan de worpen. Moet je dan ook gezond eten? Ja. Wat is jouw favoriete gerecht dan? Pasta met spinazie, broodje gezond en... Sushi? Sushi, ja. Wie is jouw trainer? Mijn vader, Martin en Tigo. Oké, drie mensen zelfs. En je papa ook dus. Is hij een beetje lief voor jou als trainer? Ja, hij is mijn engel. Hij is jouw engel? Wat doet hij? Geeft hij goede aanwijzingen? Heel goed aanwijzingen. Ik kan heel goed coachen op mij met wedstrijden. Hoe knap is het van Sanne om de zwarte band te halen? Een hele goede prestatie. 17 jaar, 16 jaar aan het trainen geweest om die zwarte band te halen. De laatste 3,5 jaar na de bruine band. Waarbij anderen vaak binnen 2 jaar, 1,5 jaar doen. Doet zij dat toch binnen 3,5 jaar een hele, ja, met haar beperkingen. Echt een goede, knappe prestatie. Hoe belangrijk is judo voor de jeugd in het algemeen? Judo is een contactsport waarbij je dus leert aangeraakt te worden. Je leert dat als je iets voelt dat er geen pijn is. Je leert respect te hebben voor elkaar. Je leert de discipline van het luisteren. Respect voor elkaar opbrengen, dat is een van de belangrijkste zaken. Laatste vraag, denk je dat ik een kans heb op de mat tegen Sanne? Als je puur op kracht werkt, denk ik wel. Maar ik denk als het een beetje met techniek gebeurt, dat je geen schijn van kans maakt. Hoe sterk ben jij eigenlijk? Heel erg sterk. Denk je dat je mij aan kan? Ja. Weet zeker? Ja. Kom maar als het durf. Overweeg maar. Oh! Nee. Ja, dit is niet meer kerngezond. Dit is echt niet kerngezond. En zo komen we bij de prijsvraag. Welke kleur judoband heeft Sanne op dit moment? Is dat A de blauwe band, B de bruine band of C de zwarte band? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. En op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Lijstert in Roggel.
inderdaad een fotofinish, maar de felicitaties zijn voor Sanne. Want zij kwam net een fractie eerder over de streep. Proficiat, hè? De winnaar, ja, ja. Even de handen voor. En de winnaar is Sanne. De tijd van Sanne is 1 minuut, 4 seconden en 45 honderdste. Helaas niet genoeg om in de top van het klassement te eindigen, maar toch een geweldige prestatie van deze powervrouw. Pas op, kijk uit, daar is ze weer. Sanne Simons is de naam. En als je tegen haar vecht, judo, dan doet alles je daarna pijn. En trouwens niet alleen van het judo, ook van het skelteren. Wat een trieste dag voor mij weer. Alles verloren. Goed dat we bijna aan het einde van het programma zijn. Geef nog even het goede antwoord op de prijsvraag voor het winnen van een mooie prijs. En denk eraan om abonnee te worden op Kerngezond TV. Onder een beeld zie je precies hoe het werkt. Het laatste woord is aan de beul van vandaag, is aan Sanne Simons. Hoi! Mijn kerngezond is meer bierbangen. Kerngezond TV is powered by EVT.